Welkom. Tijdens deze video zal ik enige uitleg geven over hoe het instellen van je wachtwoord voor het Guardian 360 Lighthouse platform in zijn werk gaat. Zodra je Guardian 360 partner een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een e-mail op het door hem of haar ingegeven e-mailadres. En die e-mail bevat een link die er als volgt uitziet. Via deze link is het mogelijk om een wachtwoord in te stellen voor je account. Je gaat daarbij als volgt te werk. Je voert het e-mailadres in dat door de partner is opgegeven voor jouw account. En vervolgens kies je een sterk wachtwoord. En een sterk wachtwoord in de context van Guardian 360 is een wachtwoord dat minimaal 15 karakters kent. En ook nog een aantal andere elementen bevat waardoor het sterk is. Het is dan ook aan te raden om een password manager te gebruiken om het wachtwoord in op te slaan. Vervolgens reset je het wachtwoord en wordt het door Guardian 360 opgeslagen in het Lighthouse platform. Dit is stap 1 van hoe je een account activeert. Wat er vervolgens nodig is, is dat we de multi-factor authentication instellen. Dat doen we als volgt. Je voert weer je gebruikersnaam in en het gekozen wachtwoord. En vervolgens vraagt Lighthouse of je een multi-factor authentication methode wilt instellen. Dat is een verplichting, dus je moet iets kiezen. Je kunt kiezen tussen een authenticator app zoals Google of Microsoft of 1Password of een andere one-time password app op je telefoon. Je kunt als alternatief ook nog kiezen voor SMS. En wij kiezen in dit geval, in dit voorbeeld, voor Google Authenticator. Op het moment dat je op valideer klikt, dan wordt er een QR-code getoond op het scherm. Deze QR-code kun je vervolgens scannen met de app. De one-time password app die je gebruikt. Zodra je dat gedaan hebt, klik je op doorgaan en voer je de code in die op het scherm getoond wordt. Vervolgens klik je op valideer en als alles goed gegaan is, ben je nu ingelogd op het Guardian 360 dashboard. Succes met het gebruik van het dashboard. In de volgende video leg ik uit wat de belangrijkste elementen op het dashboard zijn.